Een medewerker die positief test op corona en toch naar het werk gaat. En dat in het ziekenhuis. Ja, het klinkt als niet doen en toch gebeurt het in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Een radioloog van dat ziekenhuis testte positief op corona en toch bleef hij aan het werk. En daar voelen sommige zijn collega's zich niet goed bij. Zij melden zich bij de krant en zo kwam het balletje aan het rollen. Volgens de richtlijnen van het RIVM moet iemand die corona heeft niet naar het werk gaan. Ja, tijd voor uitleg. Jeroen Bosch ziekenhuis. Daar is verslaggever Rob van Kaathoven. Heb jij die verklaring, Rob? Ja, het is een geval nood breekt wet. Vorige week woensdag werd deze radioloog positief getest op corona. Het ziekenhuis kon hem naar huis sturen, maar daardoor zou de zorg voor bijvoorbeeld borstkankerpatiënten verder uitgesteld worden. Dat wilde het ziekenhuis niet en ze hebben hem dus alsnog, om die noodzakelijke zorg te leveren, aan het werk laten gaan hier in het ziekenhuis. Maar dan wel onder strenge voorwaarden, dus bijvoorbeeld afgezonderd zijn werk doen, zodat de kans op besmettingen zo klein mogelijk is. Maar toch, ja, het zorgt wel voor onrust bijvoorbeeld in het ziekenhuis. De collega's die naar de krant zijn gestapt bijvoorbeeld. En ja, de regel is, werk thuis als je, of blijf thuis als je corona hebt. En dat nota bene dan iemand van het ziekenhuis aan het werk gaat. Ja, dat zet de nodige vraagtekens, dat fronst de nodige wenkbrauwen. Ja, weet jij of dit ook bij andere ziekenhuizen gebeurt? Ik heb contact gehad met een aantal grote Brabantse ziekenhuizen en die zeggen allemaal, nee, bij ons is het nog steeds zo. Heb je corona, dan blijf je thuis. Ongeacht hoe belangrijk je ook bent, wat je functie ook is, je blijft dan thuis. Maar ik hoor ook dat de spoeling toch echt wel heel erg dun aan het worden is. De roosters staan onder druk. Het is echt een marathon voor de zorg. Dus hoef maar iets te proberen en die noodzakelijke zorg komt in het gedwang. Dus het zal mij niet verbazen, en dat hoor ik ook, dat op korte termijn wel vaker deze keuze gemaakt gaat worden. Dus wel iemand laten werken onder strikte voorwaarden, maar toch iemand met corona in het ziekenhuis.